Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag interlocking crochet haken en dat is deze hele leuke steek. Hij is aan beide zijden gelijk, dus hij is heel erg geschikt voor dekentjes of andere werkstukken, tassen, kussentjes, dassen. Het is gewoon echt een mooie steek. Je hebt dus twee verschillende kleurtjes nodig. Kijk, ik heb haaknaald 5,5 gebruikt en het is echt een hele mooie soepele steek geworden. Je kan het gebruiken voor dekentjes, want deze kant, kijk, die is precies hetzelfde. Dus daarom is het echt een heel mooi project voor een deken, zodat je alle kanten kan je deze steek interlocking kan je dit gebruiken. Als je dus allebei de kleuren aan de rechterkant hebt, dan begin je weer met de witte. Ik leg de witte wol iedere keer aan de linkerkant, want dan dan zitten mijn draden niet de hele tijd in de war. En je steekt je haaknaald door de witte lus heen. Je hebt al 4 lossen gemaakt en deze, die grijze, die hou je gewoon aan de voorkant. En je ziet dat dit eigenlijk hiervoor nou op ligt en je haakt alleen maar in de kleur waar je mee haakt, dus je haakt om het stokje heen met de kleur waar je mee bezig bent. En je ziet dat hier 2 steken gemaakt moeten worden en die moeten een relief stokje aan de voorkant zijn. Dus je gaat voorin en je haalt je stokje op. Even inzoomen. Ik heb even de grijze bol erachter gelegd zodat je het iets beter kan zien. Je gaat dus met je haaknaald in het begin hier voorlangs, je gaat achter je stokje door en dan duw je dus het stokje naar de voorkant, dus dan heb je ook het stokje voorlangs. Je haalt je draad om, je haalt door, omslaan, door 2 lussen, omslaan, door 2 lussen en na elk stokje 1 losse. En je ziet dat je er hier nog 1 aan de voorkant moet doen, dus je slaat om. Je moet een relief stokje naar de voorkant halen, dus je steekt in, je duwt je stokje naar voren, je slaat om en je maakt een stokje. Zie je dat je 2 relief stokjes aan de voorkant hebt gemaakt en je maakt weer een losse. Omdat deze is een relief stokje aan de achterzijde. Wit is altijd achter en straks met grijs zal ik zeggen hoe het dan moet, maar wit tussen die hokjes in. Dus die enkele die zijn altijd achterliggend en waar je 2 stokjes moet haken, hier dus, die zijn aan de voorkant. Dus deze voor, achter, 2 voor, 1 achter, 2 voor en tussen elk stokje weer 1 losse. Die losse hebben we net gedaan. Nu moeten we dus een stokje aan de achterkant maken, dus we slaan om. We kantelen even deze grijze naar voren en nu moeten we dus om het stokje heen en dan duwen we hem naar achteren. Dus we gaan nu van de achterkant erin en we duwen het stokje zo naar achteren. Je slaat de draad om de haaknaald en je haalt door en je maakt je stokje af. Door 2 omslaan, door 2 en je maakt weer 1 losse. Je ziet dat je dus dan heel mooi
dit stokje naar de achterkant hebt gemaakt, die los hebben we al gedaan. Tussen deze twee grijze in zouden we twee stokjes aan de voorkant maken, dus we slaan om, je haakt weer om het witte stokje heen en je maakt een relief stokje aan de voorkant. Een losse en je maakt nog een relief stokje aan de voorkant, zie je, en anders trek je even aan je werkje, je steekt in, gaat achter je stokje langs en je maakt een voorste relief stokje en weer een losse. Ja, het is een heel leuk patroon en als je door hebt dan haak je gewoon straks lekker weg. Ik probeer het zo rustig mogelijk uit te leggen. Hier zie je weer tussen die twee grijze dat je dus een achterstokje achterlangs moet maken. Dus je gaat met je haaknaald achter er langs en je duwt hem aan de voorzijde naar achter. En je maakt je stokje af en een losse. En je ziet ook dat je voor jezelf een paar dingen op kan schrijven. Het patroon is ook te koop, daar heb ik ook een paar tips op staan. En maar goed, dit ik hoop dat je het filmpje ook goed kan volgen. Nu weer twee aan de voorkant. En je gaat alleen maar om je stokje langs van dezelfde kleur. Omslaan en nog een losse en dan maak je nog een stokje aan de voorzijde. Dus je gaat er voor in, je gaat achter het stokje langs, draad omslaan en je maakt je stokje af en een losse. En nu weet je al wat je moet doen hier tussenin. Dit wordt dus een achterlangs stokje, dus omslaan, je gaat er achterlangs, je duwt hem dus naar achteren en je maakt je stokje weer af en een losse. Tussen elk stokje zit een losse en dat is ook logisch, want ja, die ruimte heb je gewoon nodig voor straks als je weer met de andere kleur bezig bent. En hier moet je twee stokjes aan de voorkant maken, dus je gaat ervoor in, je duwt het stokje naar de voorkant, je slaat om, omslaan door 2, omslaan door 2 en een losse. En weer een voorlangs stokje en een losse en hier een stokje achterlangs. En een losse. Even mijn bolletje zo weer goed leggen. Ik leg hem er even achter zodat je het makkelijker kan zien door het witte. Kijk, even uitzoomen. Je kijkt ook iedere keer je toeren na of het klopt. Je moet eigenlijk elke keer 2 voor, 1 achter. 2 voor, 1 achter. Dus nu weer 2 voor. Een losse. En nog een voorste en een losse. En iedere keer kijk je zo naar je werk, hoe ver je bent en of je geen foutjes gemaakt hebt, want dan ben je nog net op tijd om het eventjes uit te halen. Uithalen gaat ook heel makkelijk. Nu nog één naar achteren, dus je steekt achterin, je duwt je stokje naar achteren
en je maakt je stokje af. Even opnieuw. En een losse. Nu weer twee aan de voorkant. Een losse. En weer een aan de voorkant. Een losse. En we zijn al bijna op het einde. Kijk, hier moeten we nog een aan de achterkant. Een losse. En weer twee aan de voorkant. En een losse. En een losse. Tussen de grijze in gaan we nog een stokje aan de achterzijde maken. Je steekt achterin, je duwt je stokje naar achteren en je hebt een stokje aan de achterzijde. Dan hier nog twee aan de voorzijde. Een losse. En zorg dat je ook bij je eigen kleur blijft, dus dat je echt om het witte heen haakt. Een losse. En nu gaan we het laatste reliëfstokje maken. En dan, dit is het laatste reliëfstokje van de witte kant. En je zorgt dat je grijze draad hier aan de achterkant blijft. Omslaan. Je gaat achter het witte langs. Achter het stokje. Je haalt je draad op. Oh, ik moet eerst omslaan. Sorry hoor. Omslaan. Achter het stokje langs. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. En een losse. En dan ga je nu de laatste maken. En de laatste steekje. Of maak je het laatste stokje, maak je om die 4 lussen heen van het begin. Omslaan. Je steekt in. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. En dan hoort zo je grijze draad zo eruit te zien. De grijze kleur. En dan gaan we 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En dan trek je even goed een lange lus maken. En ik vind het fijn om even een steekmarkeerder erin te zetten. Zodat je straks dit. Want dit moet je even bewaren. Want je gaat nu aan de grijze toe beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We zijn nu klaar met de witte toer. En nu schuif je je werk eigenlijk weer naar rechts, want nu gaan we de grijze toer beginnen. En je steekt je haaknaald door de lus. De 4 lossen heb je al gedaan. En nu gaan we het eigenlijk weer hetzelfde doen als de witte draad. Alleen gaan we tussen de 2 witte, tussen die blokjes in, hier gaan we een voorste reliëfstokje maken. Dus we slaan om en we gaan tussen die 2 witte in, gaan we een voorste reliëfstokje maken. Dus je slaat om, je haalt je draad op en je gaat een stokje maken. En je maakt een losse. Dan gaan we deze twee, die groepjes van 2 worden achterste reliëfstokjes, dus je gaat achter erin, je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, 1 losse, nog een keer achterin steken, je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan
zie je dit als resultaat. Je ziet dat die eerste is een voorste reliëfstokje en die twee, dit zijn achterste reliëfstokjes, en dan krijg je ook dit grijze, ja, dit mooie figuurtje. En dan ga je weer naar tussen die twee bitten, is het een voorste reliëfstokje. Een losse, dus altijd een losse tussen elk stokje, en we gaan een voorste reliëfstokje maken. Dus je steekt je draad of je haaknaald voorin en je haalt je stokje aan de voorkant. Je haalt je draad om de haaknaald en je haalt door, omslaan door 2, omslaan door 2 en een losse. Zie je dat je hier de voorste, 2 achter, 1 voor, en nu gaan we weer 2 achterste reliëfstokjes maken. En een losse, omslaan, je steekt in, je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2 en een losse. Dan gaan we weer tussen die twee in het vierkantje, gaan we een voorste reliëfstokje maken. Dus je steekt in, je gaat om je stokje heen, omslaan, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en een losse. Zie je dat het al opschiet zo? Nu weer 2 stokjes naar achter. 1 losse, omslaan, insteken, stokje naar achteren duwen, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2 en 1 losse. Voorste reliëfstokje. En 1 losse. Achterin steken. We gaan er nu 2 aan de achterkant maken, 2 stokjes en een losse en ook insteken. En je duwt je stokje naar achter. Een losse. Nu gaan we weer een voorste reliëfstokje maken. En een losse. Nu weer 2 achterste. En een losse. En een losse. Nu weer 1 voorste. En een losse. 2 achterste. Deze ging even niet makkelijk, maar het haakt echt heel makkelijk weg. En een losse. En nog 1 achterste. En een losse. 1 voorste. En een losse. Achterste. Moment, opnieuw. Achterste. En een losse. Nog een achterste. En een losse.
1 voorste, 1 losse, achterste, 1 losse. En je ziet dat je hier op het einde bent. En dat doe je net, ja, pak je hem eigenlijk ook altijd aan de achterkant, maak je het stokje, dus je slaat om, je blijft bij de grijze draad en de witte hou je aan de voorkant, die laat je ook zo liggen hier waar de steekmarkeer eraan gezet is net. Je slaat om, dus je steekdoek echt even opnieuw, je slaat om en je steekdoek echt hier in die lus in. En ik steek eigenlijk altijd in zoals ik het laatste stokje heb gedaan, dus achterkant omslaan, draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, dan weer 4 lossen, 1 2 3 4 en je trekt aan je lus en hier zet je ook weer een steekmarkeer erin. Zo. Dus dit was de witte toer en de grijze toer. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ik zou zeggen graag abonneren, hier op de foto klikken, duimpjes omhoog. Heb je vragen, dan zet ze hier onder de video. Die beantwoord ik zo snel mogelijk en ik zie je zo weer terug. Tot de volgende video.